gaat hij mee met Romy, een echte ADO-supporter in hart en nieren. Hey, hup ADO, hup ADO. Hoi, ik ben Romy, ik ben Romy van Vrede, ik ben 9 jaar. Ik ben al ADO-supporter sinds dat ik 5 ben. Ik woon in Den Haag, in het stukje Loosduinen. En dit is mijn hond, die heet Lucky. Nu even kijken waar de kleine hond is, want die is er ook nog. Dit is een chihuahua, maar hij is een beetje groot voor een chihuahua. Ah, zo is de naam. Nou, groen en geel, dat komt eraan. Als het moet, doen we het goed, doen we het goed. En ik heb ook nog shirtjes. Dit is het oude shirt. Dit shirt heb ik gekregen. En die heeft mijn vader geregeld voor mij. Ik ga vandaag naar de wedstrijd ADO Heracles. Dan mag ik mee het veld op. En dan neem ik jullie mee. Romy mag dus het veld op met één van de spelers voor de wedstrijd tegen Heracles. Samen met haar vader rijdt ze naar het stadion. We zijn er nu bijna. We hebben eerst een kaart opgehaald. En daar is het stadion. En natuurlijk wordt er ook vanuit haar eigen spaarvarken wat geld gestopt in de collectebus van Fansupport. Romy moet zich snel gaan omkleden, want over enkele minuten mag ze het veld op. Vlak voor de aftrap wordt er van de kinderen een groepsfoto gemaakt met Storky. In de rust worden penalties genomen, waar Romy laat zien dat ze aardig wat balgevoel heeft. Dit was mijn dagje ADO. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Wil jij nou ook een keer de ADO-fancam mee naar een thuiswedstrijd? Geef je dan nu op via de grote ADO-show @omroepwest.nl. En wie weet krijg jij de fancam mee.